Mijn kasteel in Contentveen. De grootste trots van mijn stad. Maar als wij dan naar de andere kant vliegen en we kijken er nu nog een keer naar. Is dat dak daar eigenlijk altijd al leeg geweest? En dat is niet goed. Jongens, welkom bij deze nieuwe Contentveen video. Ik sta hier in mijn survival zoals jullie zien. En wat ik net al zei, al die tijd heeft mijn kasteel één grote error gehad in mijn hoofd. En dat is namelijk dat dak. Alles is zo gedetailleerd, zo mooi vind ik zelf. En dan heb je dat vlekje daar gewoon wat niet af is. En ik stel het maar uit. Elke aflevering denk ik maar weer, weet je, niemand die het opvalt, niemand die ernaar kijkt. Maar ik kijk ernaar. Ik, de maker. Maar voordat wij dat prachtige dak daar eens gaan oplossen, jongens, heb ik toen ik de server joinde een nieuwe kleine witte vriend gevonden. En kijk eens, daar staat hij. Het is een witte kat met twee verschillende kleuren. Hij wil me niet aankijken. Met twee verschillende kleuren ogen, geel en blauw. Jij, lief poesje, yeah. Maar dan heb ik ook nog verdrietig nieuws, jongens. Tijdens de timelapse van mijn vorige aflevering is er helaas één kat gesneuveld. We hebben hier Toeter. We hebben hier Jopie. We hebben hier Dikkie Dik. Potlood. Voor some reason staat Bassie hier buiten in een boot. Ik weet niet hoe die hier komt. Maar dan mist er letterlijk nog maar één kat. En dat is het kindje van Toeter. Toeter had altijd een kindje, jongens. Die liep altijd met me mee, want die teleporteerde altijd naar me voor een of andere reden. Die had geen nametag. Maar die is helaas gesneuveld. Hij is verdronken. Hij is letterlijk verdronken. Zie je links onderin. Cat drowned. En dat was tijdens de timelapse. Ik had er een screenshot van gemaakt. Het was erg verdrietig. Ik heb geen woorden voor. Maar ik denk dat deze nieuwe kat die we gevonden hebben een tweede kans is voor mij om te zorgen voor een nieuwe kat. Ik denk dat de Minecraft-goden dachten, Max, we geven je nog een kans om voor een kat te zorgen. Verpest het deze keer niet. Dus laten wij even naar de natte visstick gaan. Hopen dat ze daar rauwe vis verkopen. Ik weet niet of ze dat doen of ze dat ook rauw verkopen, maar even kijken. Alleen maar... Oh, hier raw cod. Nice. Dan koop ik gewoon een halve stek raw cod. En dat kost... Hoeveel kost dit? Er staat nergens een prijs. En... Oh, hier, wacht, hier. Welkom bij visspeciaalzaak natte visstick. Er staat nog steeds geen prijs. Nergens staat iets over de prijs. Weet je wat? Ik betaal dan wel gewoon in een bloemetje hier. Krijg ze één bloemetje ervoor terug. Ik weet niet wat ik moet betalen. Oké, vis, kom hier. Kijk. Kijk eens wat ik voor jou heb. Die. Jezus, dat was jij een vreet in een dikzak. Ah. Maar we hebben hem, jongens. En hoe gaan we jou noemen? Wafel. Ik noem hem Wafel. Zo, je bent officieel gedoopt tot Wafel. Goeie naam. Dan gaan we je gelijk in het hok zetten. Oh, maar dan moet je even opstaan. Meekomen. Jongens, bij deze hebben jullie een nieuwe vriend. Het spijt me, Toeter, dat je kindje helaas het leven niet heeft kunnen redden. Maar hier hebben jullie een nieuwe Wafel. Misschien kan ik hem laten zitten. Oeh, wacht. Nee. Geen kindje maken. Dat was niet de bedoeling. Oh, ik schrok. Ik dacht even dat ze een kindje ging maken. Wacht, ik wil ze laten zitten. Hoe ga ik dat doen? Volgens mij gewoon zo, toch? En dan, hoe doe ik dit? Ja, zo, kijk, die zit. Zit. Ja, ze zitten eindelijk. Oh, wat heeft dat lang geduurd voordat deze katten gingen zitten. Lijkt me moet ik shiften en dan de vis erop houden. Wat een ontdekking hier vandaag. Maar goed, mijn doel van deze aflevering was, jongens, wat ik al eerder zei. Het is heel vroeg in de ochtend, dus nog niemand is online. Voordat het weer druk wordt en iedereen de server joint, wil ik dit gedeelte van het dak een keertje afmaken. En kijken of mensen het opvallen dat ze zeggen, hey Max, je hebt eindelijk het dak afgemaakt. Wat goed. Of dat ze het gewoon niet doorhebben en een stel losers zijn. En dan maak ik zelf in deze burgeroorlog. Dus laten we beginnen met deze timelapse. Ik denk dat die niet heel lang gaat duren. Want ja, het is dit dak alleen en dat wat af moet. Dus zoveel is het ook weer niet, weet je. Zie je een beetje belichting hier en daar nog. In 3, 2, 1. Vergeet de video niet te liken. Doei. Wat ben ik blij met het eindresultaat, jongens. Het ziet er zo mooi uit. De timelapse is goed gelukt. Het was erg kort, dus zoals verwacht. Maar ja, er was ook niet heel veel te doen. Een paar dakkapellen en die, ja, uitbouw kan ik het een beetje noemen, daar bouwen. Maar als je hier nu rondloopt over de straat, zo ziet het er zoveel mooier uit gewoon. Het is gewoon eindelijk een, ja, finished product, kan ik het een beetje noemen. Ik weet niet hoe ik dat het beste uit kan leggen. Het bouwwerk is gewoon eindelijk een keertje af. Van buiten vooral dan, hè. Ik bedoel, van ja, van binnen is hij ook al zo goed als af natuurlijk, het kasteel. Maar oh, wat ziet dit er goed uit. Wat ben ik blij hiermee. Maar goed, nu we dat van ons takenlijstje af kunnen strepen, jongens, heb ik een van de volgende taken waar ik al een tijdje mee zit. Vorige aflevering ben ik begonnen aan die taak en vandaag wil ik die ook afmaken of althans meer progressie maken. Namelijk het oude gedeelte van de stad. We hebben hier natuurlijk de Annie Heijn, de nieuwe supermarkt van Anne. Ik heb allemaal kleine nieuwe huisjes toegevoegd.
in het oude gedeelte en zo. Maar als ik dan deze kant opvlieg richting de markt en zo. Weet je, de oude markt, ik denk ik het zo wel kan noemen. Dan zijn er zoveel lege plekken nog steeds. Het ziet er zo kaal uit. Hallo, beesten. En onzichtbare man. Jullie hebben geen ticket om hier te wonen. Het spijt me. Jullie zijn niet welkom. Klinkt misschien gemeen. Waar ben je, onzichtbare guy? Daar. Waar is je? Daar. Ja. Oh, dit is moeilijk. Ik moet een onzichtbare man in elkaar slaan. Daar, ja. Waar is hij? Hij staat tussen mijn katten. Oh, hij loopt tussen mijn katten. Waar ben je? Waar ben je? Daar ben je. Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Oh, en ik heb de bamboe. Dat was serieus moeilijk om een onzichtbare man in elkaar te slaan. Klinkt een beetje gemeen. Maar, ik wil even verder gaan met de progressie aan. Een paar nieuwe huisjes hier en daar bouwen. Een beetje extra straatdetails als ik daar tijd voor heb natuurlijk. Maar laten we beginnen met de huisjes en misschien een beetje wat steen toevoegen aan de vloer. Want er zijn af en toe nog wat grasplekjes. Ik wil dit een beetje inkorten, dit verblijf. Ze hebben veel te veel ruimte. Je kan misschien nog, als ik dit uitbrei, een huisje terecht. Allemaal leuke plannen. Dus laten wij de tweede timelapse ingaan van deze video. Het is niet te geloven, het is gewoon de tweede timelapse in plaats van één. Voordat wij erin gaan. Jongens, kijk. Zoveel abonnees hebben wij op dit moment. En ik wil gewoon eventjes die 200.000 abonnees halen. Want dan kunnen wij... Roy, zoals je hier ziet. Roy, die kunnen we dan heel trots maken op mij. En dan ga ik, als we 200.000 abonnees hebben... aan hem vragen of hij een felicitatie kan geven aan mij... waarin hij zegt dat hij trots is. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat zeker eventjes. We gaan 200.000 abonnees halen. Ik beloof het. En dan nu de prachtige timelapse... waarin wij heel veel progressie gaan maken. In 3, in 2, in 1. Veel plezier! Daar zijn we weer en we zijn op een hele gekke plek met heel veel herrie. Heel veel herrie. Ik was namelijk bezig met de timelapse en ik was van alles aan het doen. En toen kwam ik erachter dat mijn Elytra stuk was en Anna haar winkeltje. Die was leeg. Ik kon geen bottle of enchantments kopen. En het is op het moment 10:50 s'nachts. Dus er is ook niemand die mij kan helpen hiermee. Maar gelukkig hebben wij tegenwoordig hier in de verte een spinnenfarmpje. Dus als ik hier gewoon een beetje ga slaan en een beetje XP ga farmen, dan komt het denk ik wel goed. Maar het is wel een hele saaie taak. Dus laten we dit even lekker versnellen. Oh, ze zijn klaar. Oh mijn god, hij is bijna helemaal vol. Mijn ex is ook weer een beetje bijgekomen en zo. Dus laten wij gelijk slapen. En dan weer terugvliegen, jongens. En dan ga ik jullie even leuk laten zien wat ik allemaal gedaan heb. Zoals je kan zien is de hele stad zo propvol met gebouwen. Maar niks is zo leuk als een toertje geven met dingen die ik gebouwd heb, waar ik trots op ben. En terwijl we die tour gaan geven, ga ik gelijk ook alle dingetjes te koop zetten natuurlijk, jongens. En ik heb zelf ook een paar leuke ideeën. Ik wil één van de huizen ook claimen voor een leuk eigen nieuw bedrijfje. En dat heeft eigenlijk al te maken met iets wat ik altijd al doe. Maar dan heb ik ook een soort van hoofdkantoor, weet je. We beginnen met het huisje hier rechts. Het is inimini. Leuk aan de poort. Dus je komt binnen. Het is het eerste huis wat je tegenkomt. Het is echt van binnen, zoals je kan zien. Heel klein. Echt heel klein. Je hebt er niks aan. Dus laten wij hier ook een bordje neerzetten. Dat dit gewoon te koop is voor maar 5 diamonds, weet je. We gaan niet al te gek doen. Niet al te mal.
Helemaal prima zo. Dan hier, waar eigenlijk eerst een heel groot dierenverblijf was, heb ik het dierenverblijf ingekort. Ik heb eindelijk mijn katten kunnen laten zitten, jongens. De bug is opgelost. Katten kunnen gewoon weer zitten. Het was zo lang een bug op onze, op de server, weet je. Maar Bassie kan gewoon weer zitten, Bassie. Dus mijn katten zitten hier met ook mijn nieuwe katje Wafel en zo. Allemaal hartstikke leuk. En paaltjes hier in het midden, ze zijn overkap, waardoor ze altijd lekker droog zitten, ook in de regen en zo. Maar dan is hier een heel groot nieuw huis. Ik ben er heel blij mee. Het is echt een leuk huis geworden, dit. Van binnen is hij ook echt behoorlijk groot, zoals je kan zien. Maar ik zei tegen haar, nee, weet je, ik ga deze te koop zetten. En toen zei zij, Max, ik wil hier een kattencafé van maken. Dus blijkbaar wordt dit een kattencafé. Gereserveerd, Rini 20 dia. Nou, dan ga ik de kassa alsnog erbij zetten. Kassa, hoppakee, kijk. Zo, dan is hij alsnog gereserveerd voor René. Kostte nog steeds 20 diamonds, maar dat maakt niet uit. Dan kan iemand anders hem in de tussentijd claimen. Dan hebben we hier boven het winkeltje van Anne hebben we ook een nieuw huis. Jullie hebben het natuurlijk allemaal in de timelapse gezien, jongens. Maar ik wil het een beetje kort laten weten, gewoon dat ik dat gedaan heb. Deze gaan we verkopen voor 10 diamonds. Hij is iets groter, dat puur omdat hij zeg maar een tweede verdieping heeft. En een derde zelfs, weet je. Dus dit ga ik niet voor 5, maar voor 10 verkopen. Dan hebben we hier het meest kleine huisje wat je je voor kan stellen. Hij staat tegen de poort aan. Het ziet er echt als je binnenkomt. Moet je zien, hier, het staat gewoon een streepje. Maar je hebt de toren hier gelukkig achter waar je in kan wonen. Dus ik bedoel, je kan je verdiepingen van maken. Zo. Dus ik denk dat we hier ook 10 diamonds van maken. Hetzelfde voor dit huisje is ook inie mini. Maar kan je ook weer de poort gebruiken. Dus laten we er ook gewoon weer 10 dia van maken. Hier een joekel van een huis. Ik ben heel blij met dit huis, omdat het een beetje het witte toevoegt aan de stad, aan dit gedeelte. En deze kant van de stad had helemaal nog geen witte huizen. Ja, daar misschien een kleintje. Maar het was allemaal gewoon bakstenen, weet je. Dus dat is wel heel leuk om hier ook even een witte te hebben. En hij is van binnen heel groot. Echt behoorlijk groot, 3 verdiepingen, maar niet heel breed of zo. Dus ik denk dat ik voor deze, maar hij is wel heel hoog, met extra ramen, laten we hier ook gewoon 20 diamonds voor doen. Dan hebben we hier nog een klein simpel huisje dat ik voor 5 diamonds kan verkopen. En volgens mij was dat het. Er staat hier een nieuw kraampje die kan gratis geclaimd worden door iemand wie het wil natuurlijk. Maar voor de rest heb ik volgens mij in de timelapse geen nieuwe huizen gemaakt. Denk het niet. Ik heb wel een paar infrastructuur dingetjes gedaan, waardoor er ook weer ruimte is voor een nieuw huis. En daar kom ik even tot mijn verhaal. Dat is namelijk dit plekje hier. Ik heb hier een prachtig plekje gemaakt voor echt weer een mooi nieuw huisje. Niet al te groot, maar wel lekker subtiel en groot genoeg om op te vallen. Dus laten wij die reserveren voor mezelf. Gereserveerd koning walnoot. Zo. Hier wil ik namelijk mijn makelaar maken, jongens. Ik maak natuurlijk alle huisjes overal en ik verkoop ze. Maar het is een beetje onhandig gedaan dat je daar de diamonds achter moet laten. En weet ik wat allemaal. Ik heb het nu wel weer gedaan. Maar stel, ik maak hier nou mijn makelaar. Weet je, een bedrijf waarin ik huizen verkoop aan mensen die gemaakt zijn. Misschien die van Floor zelfs, weet ik veel wat. Ik natuurlijk 9 van 10 huizen die er staan zijn door mij gemaakt. Dus dan kan ik ook het geld voor mezelf houden. Maar als ik hier nou een makelaarskantoor maak. Dan kunnen mensen ook hierheen gaan, huisnummers opzoeken die te koop staan. Kan ik ze er naartoe brengen? Kunnen ze via map, een grote map met weet ik voor wat, kunnen ze huisnummers zien op elk huis? En daardoor naar het goede huis lopen. Hoe leuk zou dat zijn? Maar daarvoor heb ik natuurlijk een bedrijfsnaam nodig. Dus laat nu in de reacties weten wat jij als leuke bedrijfsnaam zou vinden voor mijn makelaar. Jullie komen vast wel met leuke namen. Het is natuurlijk huizen verkopen, dus kom met als voorbeeldje. Ik heb er geen wat voor voorbeeld walnootuitgang. Dat heeft er niks mee te maken, maar kom alsjeblieft met goede ideeën. Vind ik wel goeie. En de ruimte, de grot hier, jongens, jullie kennen hem allemaal, de ruimtegrot, die is wederom in aanbouw. Sorry, kapot. René is van alles mee aan het doen, dus we mogen weer de grot niet in. Net zoals echt iets van 30 afleveringen geleden mochten we ook de grot niet in. Nee, maar vandaag is echt een bizarre productiedag, jongens. Of een, hoe noem je het? Progressiedag. En ik zeg wel vandaag, maar ik heb deze video echt in 2 dagen opgenomen. En ik begon vandaag om 1 uur 's middags en het is nu 1 uur 's nachts. Er zijn nog een paar dingetjes die afgemaakt moeten worden, jongens. De hele stad is nog niet zoals ik het wil hebben. Dit gedeelte is wel goed nu qua huizen. Hier ook. Nee, trouwens daar niet. Maar hier moet dus nog een huis. Ik moet achter de arena nog dingen bouwen. Er zijn nog heel veel plekken waar ik huizen moet maken. En zodra alle huizen af zijn, dan is het tijd om te beginnen aan straatdetail. Oh mijn god, wat is dit? Nee. Wie heeft dit gedaan? Ik hou van groen. Oh mijn god, Fred. Fred, waarom heb je mijn mannetje zijn gezichtje gegeven en een petje op? Oh, het ziet er serieus wel leuk uit, moet ik zeggen. Maar het kan niet, het kan niet. Geef dan op zijn minst rood. Ja, maar Fred houdt van groen, ik weet het. Oh mijn god, Fred, jongen. Ben jij ook eigenlijk een vervelende robot? Maar als alle huisjes op de plekje staan waar ik ze wil hebben, dan kunnen we beginnen met straatdetails, barrels, karretjes, nog meer kraampjes, dingen zoals dit hier, weet ik veel. Hooibalen, meloenen, drinkbakken voor paarden. Verzin het. Alle straatdetails die je kan bedenken, die moeten dan nog overal gebouwd worden. En dan is het oude gedeelte officieel af. En dan, jongens, daar wil ik even een heel serieus dingetje met jullie bespreken. Als wij namelijk hier op de hoogste toren staan, dan ziet dit er natuurlijk prachtig uit allemaal. Dit hier moet ook nog even afgemaakt worden. Maar stel, dit is allemaal af, hè, dit hier. Dit is af, dit is af.
Dan hebben wij nog maar één laatste hoekje in heel Kingdom Content, in heel mijn kasteel. En dat is dit kale hoekje hier. Je ziet het, de muur zou prachtig aan kunnen sluiten zo op dat daar. En dan zouden we hier het water door kunnen brengen. We zouden hier in de berg een waterval kunnen maken. Zien jullie het al voor je, jongens? Zien jullie voor je dat ik hier aan de slag ga en begin met dit allemaal? Reageer nu in de reacties. Max, doe dat alsjeblieft. Begin alsjeblieft aan het laatste gedeelte. Of nee, Max, doe nou niet, want je stomme reden. Maar ik denk dat het heel leuk kan zijn om dit wel te gaan doen. Ik denk dat het serieus echt heel leuk kan zijn om dus het dammetje hier weg te halen, het water door te brengen, dat het water misschien zo en dan hier tegenaan gaat of zo, en dat dan hier nog stad is, dat we deze muur hier slopen, dat de begraafplaats misschien uitgebreid kan worden, of ik weet het niet. Het kan cool allemaal worden, echt waar. Er kunnen zoveel mooie dingen nog hier gemaakt worden. Want dan betekent het ook dat mijn kasteel tenminste in het midden zit van mijn dorp. Nu zit hij natuurlijk niet in het midden. Hij zit nu een beetje in het hoekje heel raar. Maar als dit gedaan is... Oh! En even terug over mijn makelaarswinkeltje, jongens. Die is eigenlijk natuurlijk al geopend. Ik verkoop al huizen, maar het winkeltje moet nog gebouwd worden. Maar ik verdien er nog geld mee. Dus hij is al geopend. Dan nu, terug op de oorlog, jongens. We hebben natuurlijk oorlog inmiddels. Een soort burgeroorlog. Maar ook een koude-achtige oorlog tegen Bram. Dus ik denk, aangezien Bram mijn varken Dikkie Dik vermoord heeft, dat het tijd is om ook wat van hem af te nemen. We hebben natuurlijk Kingdom Forden van hem afgenomen, maar een dier slachten, jongens, dat kan echt niet. Dus laten wij even bij zijn prachtige paarden kijken. En ik weet dat Bram gehecht is aan een van zijn paarden. En dat is namelijk Stomper. Dus laten wij Stomper meenemen. Bram, ik heb Stomper ontvoerd. Hij is van mij. Ik ga meenemen naar huis. Ik ga nu over de brug. Zo, hier, hoppakee. Stomper is van mij. Ik ga hem verstoppen. En je krijgt hem pas terug als je excuses aanbiedt op een goede manier over dat jij Dikkie Dik hebt vermoord. Hij heeft natuurlijk gewoon mijn varkentje afgeslacht. Dat monster dat het is. Dus dit is mijn volgende stap in de oorlog, jongens. We nemen dit paard van hem af. Plaatsen het op een mooie plek. Waar jullie het niet kunnen zien. Waar Bram hem niet kan vinden. En dan moet hij zijn excuses maar aanbieden. Dat rot stinkjoch dat het is. Oh, wat ben ik moe trouwens. Het is echt gewoon 1 uur s'nachts. Ik wil echt heel graag naar bed eigenlijk. Maar ik moet deze video even afmaken voor jullie. Want ik ga dit weekend mijn verjaardag vieren. Ik was afgelopen week was ik jarig. Ik ga dit weekend vieren. Dus dan heb ik een druk weekend. Dus deze video moet af, jongens. En gaat Stomper deze sprong overleven? Oh jee. Oeh, voorzichtig Stomper. En ik vind het gewoon eigenlijk, het is een soort van stiekem excuus om gewoon lekker s'nachts nog Minecraft te spelen. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ik vind het heel leuk om toch nog stiekem even s'nachts Minecraft te spelen. Oh, wat voelt het fijn om het dorp zo binnen te komen. En het ziet er gewoon allemaal een stuk mooier uit dan dat het eerst deed. Het was zo verwaarloosd, het oude gedeelte. En het krijgt zo'n grote boost nu met wat ik er allemaal aan toevoegen ben. Maar laten wij Stomper het paard even verstoppen. Dat Bram hem niet kan vinden, dat niemand hem kan vinden. Waar ik dat ga doen, dat gaan jullie niet zien. In 3, 2, 1. Zo, ik sta weer bij de ingang. Dit omdat het gewoon het meest, ja, letterlijk soort van logische punt is om maar te staan nadat ik hem ergens in de stad verstopt heb. En dan kunnen jullie gewoon niet weten waar het is. Dan kan Bram niet weten waar het is. Dan kan hij niet teruggepakt worden totdat Bram mij betaald heeft en zijn excuses heeft aangeboden voor Dikkie Dik. Moet de Dikkie Dik trouwens nog steeds... Of hebben? Nou, die hebben we al begraven. Laat maar. Damn, hoe kan ik dat vergeten? Moeten we Bram eigenlijk even een bijnaam geven? Julian en Justin zijn de koning. Maar wat is Bram? De keizer of... Laten we sowieso nog even inbreken in de basis van Bram. En kijken wat er allemaal nog... Want kijk, Kingdom Forden is inmiddels van ons. Het is Outpost Forden. Of Outpost Content, weet ik veel. Maar laten we alsnog even inbreken in zijn geheime plekjes misschien die hij heeft. Om te kijken of hij nog wat dingen verstopt voor ons. Misschien dat we nog dingen niet gevonden hebben. Ik weet als je op noteblocks klikt dat er dingen open gaan en zo. Hier volgens mij, kijk, als je op die klik gaat er dit natuurlijk open. Maar volgens mij, sowieso is er meer. Bram heeft sowieso meer plekken die ik niet ken. Hierachter zit iets natuurlijk. Huh? Daar loopt de villager ineens weg. Ah, dit is de villager trading hall. Daar hebben we alleen niet zoveel aan. Ik weet dat hierachter dingen zitten. Zo. Maar daar hebben we, ja, daar hebben we niks gevonden. Hier zijn buttons. Maar die doen niks of zo. Oh, dat doen de farms. Oh, sorry, ik heb jullie farm geactiveerd. Volgens mij heb ik alles wel gehad. Kijk, er zitten nog heel veel blokken in. Maar ik ga niet zijn spullen verder stelen. Ik bedoel, daar heb ik niet zo heel veel aan. Maar ik denk dat ik alle waardevolle dingen van Bram wel van hem heb afgenomen. Oh, zijn kat. Maar die kan ik waarschijnlijk niet meenemen, want die zit. Hier zit een knop. Oh, wat doet dit? Ja, dit is geheim. Oh, hij is leeg, de kist. Ah, wat is dit dan voor geheime kamer, hé? Dit is handig om stiekem te onthouden, jongens. Dat Bram hier een geheime kamer heeft. En dan moet ik hem ook weer even kijken. Oh mijn god, wat is dit onhandig gedaan. Jezus, dat is moeilijk om daaruit te komen. Nee, maar oké, er zit een geheime kamer. Zitten hier nog spulletjes in van mensen die belangrijk zijn om te weten dat ze het hebben? Niet om te stelen, maar om te weten. Oh, bijen. Hebben die ook namen? Nee. Bram de Stinkkeizer, dat het is.
Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Bram is gewoon een keizer in plaats van een koning. Verder zijn er geen dieren die heel veel waarde hebben volgens mij voor Bram. Ja, het zijn leuke die... Oh, Dagobert. /him. Oké. Nee, Dagobert mag je nog even houden, Bram. Dit is weer een waarschuwing. Als je hem niet betaalt... Dan neem ik Dagobert neem ik ook mee. Alright, jongens, dan zijn we weer terug in de stad. Maar omdat het zo laat is en omdat ik te veel tijd heb besteed deze aflevering aan 2 timelapses. Eentje, ja, die was niet zo heel lang trouwens. Maar de andere timelapse die duurde wel echt heel lang. Moet ik helaas de video wel afsluiten. Volgende video wil ik een beetje gaan kijken of Frederik thuis is. Of hij, wat hij allemaal uitgespookt heeft in zijn huis. Want sinds hij er is, heb ik nog niks van hem gehoord. Letterlijk nog geen woord. Dat vind ik verdacht. Dat vind ik echt heel verdacht. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie het respecteren dat het, zeg maar, tijd kost om zo'n timelapse te maken. Dus ik weet niet hoe lang deze video is. Waarschijnlijk iets minder lang. Ik ben niemand tegengekomen omdat ik alleen maar of laat in de avond of heel vroeg in de ochtend online ben geweest. Maar even goed, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker niet de video te liken en te abonneren. En dan nu, tja, kijk lekker. Het vorige content van een deel. Hierin is er ook van alles gebeurd. Volgens mij heb ik winkeltjes gemaakt en weet ik veel, verhuisjes gemaakt en verkocht. Kijk hem gewoon lekker. We zijn weer helemaal up-to-date. En nu spreek je laat een glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Het is laat, dus ik ga niet schreeuwen. Doei.